Welkom iedereen. Vandaag wil ik het hebben over een vraag dat ik vandaag heb gehad op een school. En er was iemand die vroeg aan mij, Michael, het is oké, het is allemaal wel goed en interessant wat hij vertelde over alcohol, maar waarom zei hij zo extreem? In een moment waren de mega zatten en zij opeens overgaan naar zo'n mega nuchteren. Waarom is dat zo extreem? Is er ergens middelmaat mogelijk of zo? En kijk, de reden dat ik extreem ben gaan met van extreem zat naar extreem nuchter is omdat dat voor mij op dat moment de enigste mogelijkheid was. Zo minder drinken of bewuster met alcohol omgaan, ik kon dat echt niet. Dus voor mij was dat op dat moment in mijn leven, op mijn 25 jaar, in mijn ogen de enigste optie om volledig alcoholvrij door het leven te gaan. Omdat ik gewoon, ja, als ik alcohol dronk, had ik geen grenzen. Kunnen mensen met mate alcohol drinken? Ik denk dat alcohol niet echt super gezond product is. Maar ik denk wel, als je jezelf zeer goed kent, als je weet wat je behoeftes zijn, wat je waarden zijn, je normen. Als je jezelf goed kent, dat er misschien wel een mogelijkheid is om op een deftige manier met alcohol om te gaan. Maar om je grenzen te kennen, om je maten te weten, daar is er eigenlijk heel veel werk, heel veel innerlijk werk voor nodig. En zeker ook als ik lezingen geef of als ik filmpjes maak of zo, is het nooit de bedoeling dat mensen volledig van dag op dag stopt met drinken omdat ik dat zeg of zo. Nee, het is eigenlijk om mensen altijd bewust te doen maken en eigenlijk ook om mensen te doen nadenken en om een ander beeld te tonen. Doordat ik zo extreem was, doordat ik stopte met drinken, dan is dat vaak confronterend. Het is net hetzelfde als ik mensen ken die vegetarisch zijn en die stoppen met eten. Ik eet zelf nog af en toe een wat vlees, maar dat triggert mij ook ergens van oké, ja, die kunnen dat volledig laten of bijvoorbeeld mensen die geen suiker eten of geen gluten of whatever, dat triggert mij om zoiets te hebben van wow, misschien wil ik dat ook wel, maar van de ene dag op de andere dag, momenteel, dat zou niet lukken voor mij om suiker van de ene dag op de andere dag te laten. Dus voor veel mensen is er ergens ook een bewustwordingsproces. En dat is ook een keer wat ik wil delen, en stel hypothetisch dat jij zelf stopt zit met drinken en je zit er extreem in, nou wel, dat is uw keuze. Jij als mens zou je eigenlijk niet moeten hoeven te verantwoorden van waarom dat je iets doet. Ik vond het altijd heel interessant, dus ik dronk niet en ik moest dat uitleggen en verantwoorden waarom ik niet dronk. Terwijl ik soms aan mensen vroeg, ja, maar waarom drinkt hij wel? En die mensen moesten zich van mij ook niet verantwoorden. Iedereen mag doen wat ze willen. Maar ik wou even op inpikken op dat extreem zijn, omdat hij inderdaad wel extreem lijkt. Van volledig zat zijn naar opeens niets niet meer. Maar voor sommige mensen is dat de enigste manier om iets achter zich te laten of om op een handzame manier naar alcohol te kijken. Dus voilà, vandaag een kort filmpje en tot de volgende.